ik denk toch dat de tweede eigenlijk de beste was. Ja, ik moet ook zeggen, ik was gewoon... Ik luisterde op een gegeven moment niet meer. Hm. Dan ben ik weer geel. Weer te geven. Ja, maar het is beter. Beter dan groen. Nou, dat zal iedere Chinees met je eens zijn. Me dunkt. Of is dat... Mag je Chinezen nog geel noemen? Dat weet ik niet. Ja, kunnen we van kleur is te generiek, hè? Dat zijn alle... Ja, goed. Avondklok. Avondklok, hè? Week 7. Nee, 8. Week 8. Zeker. Welkom iedereen. Welkom ook nog. Het is bekend geworden dat, zoals iedereen al dacht, de avondklok gewoon lekker doorgaat. Ja, de avondklok die gaat... Die trekt zich gewoon helemaal niks aan van wat wij willen. Nee. Die is gewoon evolutionair sterk in ons systeem gedrongen en gaat er voorlopig niet meer weg, denk ik. Nee. En de rechters hebben even laten zien dat ze er nog best wel wat van vinden. Maar als het erop aankomt, dan tekenen ze gewoon bij het kruisje. Ja. En zijn we gewoon allemaal binnen na 9. Tenminste, als we allemaal binnen zijn na 9. Ik was vorige weekend buiten na 9, om een uurtje of 2 s'nachts. En er was echt niemand op straat. Nee. En, was het eng? Nee, het was niet eng, maar het was wel een beetje onwerkelijk, ja. Want ik liep er, nou, ik zeg helemaal niemand, toen kwam op een gegeven moment een jongen op een scooter langs. Ja. En die tuterde en zwaaide naar mij. Gewoon als een soort van, hey, nog een mens. Wat leuk jij hier. Als een authentieke saaprijders elkaar groeten. Ja. 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 Of, ja. Maar... Ja, want mij viel het namelijk op dat ik was ook een keer na 9 op straat en dat het gewoon drukker was dan een jaar geleden toen er geen avondklok was, maar wel een lockdown. Ja, maar een jaar geleden waren we allemaal ook wel gewoon heel bang en heel erg bereid en het was allemaal nog nieuw, het was spannend, het was bijna leuk ook gewoon. Eventjes gewoon even je leven heel anders gaan doen en zo. Ja. Allemaal beperkingen. Handicaps zijn op zich hartstikke leuk als ze maar kort duren. Ja. Daarom sporten mensen meestal, omdat de regels van de sport een soort kader bepalen waardoor je aan regelt. Dat... Ja. Ja, dat en dat heel, gewoon. En heel veel andere redenen ook. Maar goed, omdat er dus een avondklok is, krijg je al wel allemaal opgekropte energie en die moet eruit. En wanneer komt die eruit? Als het mooi weer is. Als het mooi weer is. En dat zou je denken dat het niet zoveel uitmaakt, want mij staat bij van vorig jaar zelfs nog dat we toen al wisten dat UV-licht het virus kapot maakt. Ja, hè? Hartstikke stuk. Ja. Maar toch is het kennelijk niet de bedoeling. Vondelpark was de afgelopen dagen druk, drukker. Iemand die ik sprak, die er geweest was, die zei van... ik heb nog nooit zo druk gezien in het Vondelpark. En dat is dus inclusief Koningsdag. Ja. Ik heb beelden... Dus het was heel druk. Ik was er 's ochtends, toen was het niet druk. Want dat is te vroeg voor de leeftijdsgroep die er in de middag en avond was. Maar het was die beelden die ik zag was heel druk. Maar ik snap de mensen ook wel die dat doen. Ja, ik ook. Ik zou, als ik het heel leuk zou vinden om onder de mensen te zijn, wat ik niet vind. Maar dan had ik me zeker ook onder de mensen bevonden, begaf. Ja. Nee, ik snap het ook. Het is gewoon, het zijn mensen op een leeftijd die wel eens wat nieuw bloed om zich heen willen zien. Ja. Dus, Maar goed, ze gaan ingrijpen. Ze hebben de zijkant hebben ze dicht gedaan. Ik hoorde dat misschien vanmiddag het Westerpark gezellig gaat worden. Oh, omdat dat is natuurlijk moeilijk af te sluiten. Dus ja, weet ik niet. Ja, aan de kant heb je dat spoor. Daar komt niemand binnen. Nee, maar dan heb je aan de Haarlemmerwegkant heb je gewoon zoveel... Heb je zeker... Wel een vaart. Ja, maar 1, 2, 3, 4, 5 bruggen zeker. Ja. En daarbij zijn er gewoon heel veel bedrijfjes, dus je kan dat niet afsluiten, omdat... Hè, gewoon dat Westervak... Die was gasfabriek natuurlijk. Daar zitten gewoon allemaal dingen die bereikbaar moeten zijn. Die werkt gewoon thuis? Geen idee. Nou, dat moet toch? Nou, maar als je een eenmanszaak hebt... Het is geen wonder dat we deze cijfers hebben. Als iedereen maar gewoon een beetje naar zijn anti-kraak ding toe gaat, ja. Nee, er zitten allemaal gerenommeerde bedrijven zoals Tony Chocoloni. Oh ja.
Die trouwens geen keurmerk meer krijgt. Maar dat terzijde. Die heeft toch geen slaafvrije chocolade. Heeft toch slaafje chocolade gemaakt. Chocolade komt uit Qatar of zo. Ja, over Qatar gesproken. Wat daar aan de hand is. Er zijn heel veel doden gevallen. Ja, veel hè. Want er wordt een voetbal, maar niet in één keer, toch? Nou, er worden allemaal toernooitjes gehouden voor voetbalwedstrijden. En die zijn op een gegeven moment ook in Qatar toegewezen, gek genoeg. Want het is daar veel te warm om te voetballen. En daar zijn dus 6500 mensen mee de dood ingejaagd. Ja, maar ik bedoel niet van de een op de andere dag, toch? Dat is niet de afgelopen week gebeurd. Dat is gewoon in de loop van de bouw. In de opgelopen, ja. Het is... Mensen uitputting. Je hebt natuurlijk gewoon ook nog natuurlijke doodsoorzaken. Er zal een deel waarschijnlijk ook gewoon corona hebben gehad, natuurlijk. Dat lijkt me wel, ja. Maar het is in ieder geval nu nieuws. Het komt nu naar buiten. En waarom dat nu naar buiten komt, is mij eigenlijk ook niet helemaal bekend. Nee. Net zoals dat er nu ook bevestigd is dat de dinosauriërs inderdaad zijn uitgestorven door de inslag van een meteoriet, is het nu ook een feit dat inderdaad door stadions te bouwen, dat er 6500 mensen doodgaan. En dat is natuurlijk heel kut. En nu zijn er iemand van de SP wil nu dat sowieso de koning niet naar dat toernooi toe gaat en de premier ook niet. Nee, maar dit geldt al heel lang natuurlijk. Ja. Gewoon iedereen weet al heel lang als je Filipijns meisje daar ergens woont in zo'n huishouden en zo, dan word je gewoon honds behandeld. Die verhalen zijn al van alle tijden. En het koningshuis kon er altijd prima heen natuurlijk. Maar dan nu in één keer niet meer. Ja, ik snap wel, met zo'n voetbalding, dan heb je net iets meer, zou je meer pressie kunnen zetten, ja, natuurlijk. En let wel, we zijn nog niet eens geplaatst voor het toernooi, hè? Nee. Ik denk ook dat we het daar vanaf moeten laten hangen. Ja. Ik vind als we niet geplaatst worden, dat we dan ook zeker niet moeten gaan. Nee, of dat als we niet geplaatst worden, dat we toch gaan om daar de toestanden aan de kaak te stellen. Oh ja, ja. Ja. Maar een beetje protesteren heeft wel zin. Want er is ook een ander toernooi daar. Maar ja, wat is dat nou precies dan? Wat? Wat is dat andere toernooi? Is het gewoon een beachvolleybaltoernooi? Een beachvolleybaltoernooi. Is het een WK of zo? Of is dat is komende tijd. En het Duitse vrouwenteam had gezegd, van de lokale bond mocht er niet in bikini gespeeld worden. Nee. En dat vonden de Duitsers, vooral de Duitsers, want die zijn dat natuurlijk heel erg gewend om Beetje te vrijkurpen met z'n allen. Ja. Die hebben toen bezwaar aangetekend, want als wij niet in onze werkkleding mogen, dan gaan wij ook niet spelen. Nee. En dat vonden de Nederlanders. De Qatarianen. De Nederlanders. De Nederlanders vonden dat een goede zet, maar gingen niet zo ver dat ze ook gingen demonstreren. Nee. Maar nu heeft de op aandringen van de Wereldbond, heeft de Qatarbond nu gezegd van, oké. Wij staan bikinis toe. Hm. Ja, dat is wel mooi. Dat is heel mooi voor als je in een bikini wil beachvolleyballen. Maar ik weet niet, denk jij dat de thuisploeg ook in bikini mag? Nee. Nee, ik denk, nee, niet uit die regio helemaal niet. Nee. Zouden die überhaupt meedoen? Zouden die een vrouwenteam hebben? Ja, misschien hebben ze een Filipijns vrouwenteam. Van Een slavenvlauw, allemaal Filipijnen. Filipijnen verkleed als Qatarianen. Ja, gesponsord door Tony Schiaccoloni. Ja. Maar goed, nu we het toch over de warmte hebben. De warmte van Qatar. Terrassen willen weer open per 1 maart, maar de overheid vindt dat nog niet zo'n goed idee. Nee, en dat begint wel aan de absurde grenzen, toch? Ja. Gewoon, is het niet onderhand toch eigenlijk wel duidelijk dat het buiten niet zo overdraagt? Dat hele... Ja, misschien moeten we dat testen met het hele Vondelparkfeest. Ja, dat is een heel goed idee. Als we gewoon die mensen gaan monitoren, het zijn er best een boel volgens mij. En hoe wil je die monitoren? Wil je die dan interviewen? Of gewoon verplicht laten testen? Allemaal testen over 10 dagen of zo. Ja. Allemaal testen. Ja.
Dan kijken. En dan zien hoeveel mensen er... En als het nou gewoon gemiddeld is wat eruit komt, dan kunnen we gewoon met z'n allen gaan zuipen in het Vondelpark. Dan is dat voortaan een soort vrijplaats. Hoef je, dat maakt niet meer uit. Maakt niet uit of je corona hebt of je erheen gaat. Daar breng je het kennelijk niet over. Want ja, dat hebben we dan getest. En dan kunnen we meteen alle natuur daar schrappen. Tegelen. Terrasjes erop. Overladers voor je telefoon. Een paar chagrijnige wijven en heren die zeggen dat ze dat je hun wijk niet bent. Nee, maar dat ze het zullen doorgeven wat ze niet doen. Mijn collega komt zo bij u. Ja. God, wat heb ik dat gemist. Ja. Ik wil namelijk altijd de collega van de barvrouw spreken. Op een of andere manier. Ja, ik ook nooit haar. Altijd die gast die daarna komt. Ja. Als hij komt. Ja. Maar meestal het vergeet of niet goed snapte welke tafel het was. Nee. Want die nummers die zijn ook heel erg ingewikkeld. Ja. Ja, bloedirritant. Zo irritant moet het Vondelpark zien te krijgen. Ja, een soort Disneyficering van het Vondelpark. Ja. En Vondel, wie weet nog wie dat is. Kunnen we daar op dat beeld niet gewoon Mickey Mouse neerzetten of zo? Ja, of hoe heet hij? Van Danzig van D66. Van waarom hij dan? Heeft hij iets voor de stad betekend? Nou ja, hij heeft een bar die de Vondeltuin heet. En daarom is hij wel voor het openzetten van terrassen. En hij zegt niet dat het daarom is. Hij zegt dat er zijn heel veel terrassen. Ik ben niet de enige met een terras. Natuurlijk gaat het me daar niet om, maar natuurlijk helpt het wel. Ja. En ik vind dat hij groot gelijk in heeft. Maar goed. Ja, maar krijg je met terrassen krijg je weer andere problemen natuurlijk. Dat mensen dat laat en dronken wordt. Maar dat is natuurlijk gewoon. Als het gewoon 9 uur die avondklok blijft, dan heb je gewoon een terras overdag alleen. Ja, ja. Maar dan worden mensen toch dronken. Ja, maar dronken, dat... Gaan ze weer drugs gebruiken? Dat doet de mensheid al best wel lang. Klopt, ja. Nog een Halsema-nieuwtje, want Halsema die wilde dus de terrassen open. Laten we dat ook niet onvermeld laten. Omdat Halsema wilde dat al voordat het feest in het Vondelpark was. Dus die voorzag dit probleem. Dus eigenlijk is Halsema een visionair. Een ziener. Een zieneres. Een ziening. Ja. Nou ja, ik moet zeggen, die gemeenteraadsvergaderingen die hebben wel veel weg van seances tegenwoordig. Dus... Ja. Anyway, het kookteam is ontbonden van de Amsterdamse politie. Is dat ook door Halsema? Ja. Want ze hadden te weinig te doen. Ze hadden hartstikke druk. Allemaal recordvangsten, toestanden. Ik denk dat ze gewoon niet weten wat ze met al die coke aan moeten eigenlijk. kan je distribueren in het Vondelpark? Want daar ben je toch immuun voor alles. Ja, nou ja, dat moet eerst blijken. Hè. We moeten wat onderzoek eerst doen. Ja. Maar ze hebben te weinig agenten in Amsterdam. Oh. Die moeten natuurlijk... Je laat alle agenten laat je verplicht bonnen uitschrijven voor de kleinste overtredingen. Voor de rest van de tijd handhaaf je totaal niet. En dan ben je op een gegeven moment verbaasd dat niemand agent wil worden. Ja. Maar dus nu dus mensen van een specialistisch team, wat dus eigenlijk heel succesvol is, die moeten nu... weer in de wijken zijn. Er zijn te weinig agenten om in de wijken te hebben. En dan hebben ze het altijd over de heervaten van de samenleving. Oh ja, is dat nog steeds? Dat is toch onder Job Cohen begonnen, of niet? Ja, ik weet het niet. God hebben zijn ziel, wou ik zeggen, maar dat is een andere burgemeester. Ja, Job, hoe dan ook. Specialistische recherchemensen moeten kennelijk een soort buurtregisseurs worden en het vertrouwen winnen van de straatschoffies in ons dorp. Ja. Nou. Nou, lekker. Zeker. Eens even kijken. Nou ja, dat is een klein stapje, vind ik. Voor de mensheid? Voor de mensheid van het opheffen van een kookteam naar de Marslanding. De Marslanding, ja, dat was gaaf. Dat was gaaf. Ik heb het een beetje gevolgd. Ik vond het super spannend. Allemaal mannetjes en vrouwtjes in een ruimte die gingen klappen omdat het gelukt was. En was er ook niet zo lang geleden eentje die gewoon echt mislukte, toch? Die heeft nog wel wat beelden gestuurd, maar die was dan na een tijdje was het contact verloren. Ja, dat was heel sneu. Maar hier zijn nu echt ook hele mooie beelden van de landingen, van hoe de parachute boven hem openklapte en naar beneden Het is een hem. Nou, godsamme, weet ik veel. Nou, weet ik niet. Ik weet het ook niet. De Marslander.
Kan mannelijk of vrouwelijk zijn. Ik denk het inderdaad dat het hem is eigenlijk. Marslandering. Mars is ook een mannelijke planeet, toch? Anders waren we wel naar Venus gegaan. Dat is ook waar. Dus. Zeker. Maar en dat was echt, ja, ik vond dat mooi om te zien. Maar het is daar nou niet echt gezellig of zo. Ik zie daar niet een terrasje. Nee, het is een... De idee is nu een beetje dat we als mensheid de aarde kapot maken. En daarom moeten we naar een andere planeet toe. Maar dat we de aarde zo kapot krijgen dat Mars een wenkend perspectief is. Dat... Ja, ja. Ik heb nog geen tumbleweed, niks. Het is echt, nee. Wat is dan een geografische fijne plek om te beginnen met een stad te bouwen? Er is geen water, er is helemaal niks. Nee, want dat is nu, het verhaal is nu dat zeg maar de streken op aarde die er... nog veel groener uitzien als dit. Daar is het eigenlijk zo onleefbaar dat iedereen dan dus hier naartoe gaat migreren. Ja. Zogenaamde klimaatvluchtelingen. Ja. En dan als hele mensheid gaan we dan op een gegeven moment daarheen om daar te wonen. Op ja. Mars. Om ruimte te maken voor op onze oude woonplek voor de Sahara-mensen. Ja. Eigenlijk. Dat was heel nobel van ons. Nou ja, ik dacht dat meer dat gewoon de hele planeet kapot zou gaan. Oh, onleefbaar zou worden. Maar als je het over onleefbaar hebt, dan heb je het toch over Mars vooral. Hoe is ja. dat een wenkend pers? Ik snap er geen zak van. Ik hoef er ook niet heen. Nee, ja? Nee. Nee, maar ik las wel een de laatste... De maan is nog te overzien. Ja, maar dan moet je met Thierry Baudet mee. Want die heeft laatst, volgens mij in Urk, heeft hij gezegd dat hij vindt dat Nederland naar de maan moet. Hmm. Want dat ja, dat zei je niet gewoon, het hele land gaat naar de maan? Nee, het heeft echt... Wij moeten een luchtvaartprogramma en we moeten naar de maan. Hmm. Oh ja, en dat moesten we ook vooral niet in Europees verband gaan doen. Nee, echt wij als Nederland. Ja. En dan met ons vliegdekschepen. Het is wel echt een ziener, hè? Ja. Die man. Maar hij wordt nu wel... werd hij geprovoceerd tot deze uitspraak? Dat iemand zei van, hey, moeten wij... Wat vindt u eigenlijk van het naar de maan gaan? Of zoiets? Of heeft hij echt uit zichzelf... Ik weet niet, ja. Ik heb zoveel soundbites van hem gezien... dat ik niet bij alle dingen de context heb onderzocht. En deze weet ik dat toevallig niet. Hij heeft ook nog iets gezegd over het Nuremberg. Nuremberg, hoe heet het? Ja, dat was omstreden, hè? Want hij was daar nog steeds niet mee eens. Nee, want je kan niet politici achteraf... Je kunt niet mensen achteraf veroordelen voor iets wat nog niet strafbaar is op het moment dat je het doet. Ja. Dus, maar daarmee dus de suggestie doend dat er dus een situatie denkbaar is waarin je 6 miljoen Joden vergast. Maar ja, het is gewoon waar het vergeet het strafbaar te zetten, dus dan ja. is het wel oké, of zo. Ja. Dan kan dat wel. Het is heel eigenaardig. Dit is aan de andere kant natuurlijk wel... En op de maan heb je nog geen wetten. Dus als je daar begint, dan kan je de wetten wel meteen naar je hand zetten. Je hebt ook geen Joden op de maan. Nee. Nee, nog niet. Maar misschien gaat Israël wel eerst. Ja, sowieso. Als de Joden overal achter zaten, dan zaten ze er ook wel op de maan. Dat lijkt me wel. Nou, hebben we dat ook weer bewezen. Ja. En op Mars ook helemaal niet. Daar zitten volgens mij nog... Nee, er is helemaal niemand. Nee. Het is een karretje van de NASA. Ja. Hmm. Ze moeten meer karretjes sturen, dan kunnen ze samen kwartetten. Ja. En Baudet was ook nog, wordt ook nog onderzocht of hij de coronaregels niet aan zijn laars lapte in Urk. Ja. Ja, dus denken we, ja, wat moeten we nou? Laat die man gewoon lekker met mensen knuffelen. Het antwoord is ja, maar... Ja, sowieso, ik bedoel... Willem Engel, die heeft sowieso met mensen geknuffeld. Ja. Daar heb ik een fotoreportage van gezien. Ja, ja ik stond erbij en dat gebeurde. En ik heb het op de foto staan. En als het OM daar al niet achteraan gaat... en dan wel achter Baudet aan gaan zitten... Dat sowieso, is... Het is gewoon... Ja, het slaat gewoon nergens op. Het zal ook wel niet niks uitkomen, toch? Nee, dit is echt een beetje... Ja, dat is een vorm van Baudet-besje die dan weer niet hoeft van mij. Nee. Nee, het is ook... Ja. Nou ja, goed. Ik moet ook zeggen dat hele... Ik hoor helemaal niet over mensen die het krijgen door hun vingers, door handen schudden en zo. Het is toch in principe, het is gewoon zo airborne als de pest. Het is toch gewoon, je ademt elkaar aan
En dan krijg je het en dat zal... Heel veel mensen die ik spreek die het hebben gehad of een close bij iemand die het hebben gehad, die weten gewoon helemaal niet waar en wanneer de besmetting was. Nee. Nee, maar dan zou het nog steeds wel door aanraking kunnen komen. Ja, maar dan zou je toch denken dat je iemand moet kennen die het heeft gehad. Oh ja. En dat weten ze in de meeste gevallen. Ik sprak gisteren iemand en die wist het niet. Die heeft het gehad en die wist het niet. Nee, een vriend van mij die had het en die was in een café geweest waar een superspreader was geweest. Oh. Dus die kreeg al wel een appje van een vriend van hem met wie die er was geweest die zijn nummer had achtergelaten. Zo van, en hij was er maar 10 minuten binnen geweest. Gewoon min of meer even iets afgeven, even hoor zeggen tegen iemand. Hmm. En het was big time. Gewoon vrijwel iedereen die daar binnen was toen. Bizar. Ja. Navalny. Navalny, de Rus. De veroordeelde Rus is niet langer een prisoner of conscience, volgens... Wat betekent een prisoner of conscience? Ja, dat je gevangen zit vanwege je mening. Dus dat je geen boef bent. Oh ja, ja, ja. Dus dat je echt onterecht gevangen zit. Ja. En dat heeft Amnesty International besloten, want hij heeft vroeger wel eens discriminerende uitspraken gedaan. Joch. En dat is echt wel echt kut, want Amnesty International moet gewoon opkomen voor mensen ongeacht wat hun mening is. Mm-hmm. Het is niet een of ander woke clubje die gewoon even gaat kijken of je wel genoeg uitzonderingsboxen aantikt of je dan een beetje hulp kan krijgen. Nee. Ze moeten gewoon opkomen voor je mening, wat die mening ook is en wat je ook al ooit gezegd hebt in je leven. Als jij gewoon de bak in gaat omdat het regime waar je bent het niet met je eens is, of weet ik veel wat allemaal, dan hoort Amnesty International gewoon achter je te staan. Ja. En dit is heel eigenaardig. Dit is heel raar, ja. Dat je... Dit is heel eigenaardig, want wat nou als hij dat wel gezegd heeft, maar niet meer vindt, bijvoorbeeld? Ja. Nou, daar kom je al niet achter in de Russische gevangenis. En wat nou... Het is toch heel raar dat je pas een beroep op mensenrechten kan doen op het moment dat je bepaalde vakjes hebt aangekruist. Ja. Ik vind het echt schokkend. Ik vind het echt schokkend. En ik snap er gewoon geen zak van, zeg maar. Gewoon, dit is nou typisch iets waar iedereen de hele wereld voorkomen terecht pissig op Poetin over is. Ja. Gewoon. Ja, want hij had zich niet zo aardig uitgesproken over... Centraal-Aziaten. Ja. Denigrerend, ja. Nee, misschien daadwerkelijk wel racistisch. Ja. Minderwaardig vond hij ze. Ja. Maar ja. Dus dan ben je terecht gevangen gezet door Poetin. Ja. Omdat je dat gezegd hebt. Ja, precies. Maar dat Poetin die zegt dat shit natuurlijk zelf ook. Ja. Alleen, dus daar is hij niet voor opgepakt zelfs. Nee, dat had helemaal niks mee te maken. Nee, of stel je nou eens voor zelfs dat hij daarvoor was opgepakt. Of dat hij daarom gemarteld werd of zoiets. Dat je kan denken, ja, dat moet je ook maar niet zeggen. Nee. Wat heb je dan nog aan Amnesty International? Is gewoon overal kunnen zeggen, schouders kunnen ophalen. Zeggen van, ja, nee, maar dat moet je ook niet doen. Dan mag je wel gemarteld worden. Oh nee, maar daarvoor de bak in, dat is volkomen logisch. Nee, dat moet je ook echt niet vinden. Ja, misschien dat Amnesty ook nog wel eens bijgehouden dat ik nee heb gezegd bij een telefonische colportatie. Of ik... geld wilde storten voor een goed doel. Heeft u nog iets over voor het... Ja. Oh, levensgevaarlijk. Maar zou die ook Chinezen daarmee bedoelen? Ik weet het niet goed. Nee? Volgens mij Centraal-Azië zijn de stannen. Nee. Toch? Met je Afghanistan, Pakistan, Kirgizië. India? India bedoel ik? Is dat India? Is dat... Is dat Zuidoost-Azië of is dat Centraal-Azië? Of is dat gewoon India? India is niet Zuidoost-Azië. Want het zit namelijk niet in de Lonely Planet-gids van Zuidoost-Azië. Nee. Denk ik. Ik heb nog nooit een Lonely Planet-gids in mijn hand gehad. Ja, ik wel. Oh. Die van Zuidoost-Azië. Daar zit India dus niet in. Oké. Okay. Neem het nou maar voor mij. Ja, nee, goed. Nee, gewoon... Ik wil er helemaal geen ruzie over maken. Nee, Dit ook niet overvalt nou, me gewoon een beetje. Iets heel anders. Nee, heel anders. Jij wilt het nog even over hebben? Nee, ik wil het over China hebben. China? China heeft geen armoede meer. Ja, want
En daarom vroeg ik me af of Naval niet daar iets over had. Nee, natuurlijk niet. Hij heeft het alleen maar over landen waar mensen arm zijn. Xi heeft gezegd dat China dus armoede heeft uitgebannen. Zo. Dat is fantastisch. Dat is grappig, hè? Want ik dacht altijd dus dat armoede relatief was aan de mensen om je heen. Zeg maar dat je in Nederland, en als je bijvoorbeeld in Groningen woont, dan ben je gewoon heel arm als je geen flatscreen hebt. Ja. En dan krijg je een subsidie om een flatscreen te kopen. Dus wat China eigenlijk zegt als ze zeggen we hebben geen armoede meer, betekent dat dus eigenlijk, als je tenminste een Nederlandse definitie van armoede aanhoudt, dat dus iedereen exact evenveel heeft. Ja. En dat is niet zo. Nee, want de president heeft al meer. Xi heeft meer, ja. Ja. Maar misschien bedoelen ze dat er niet meer gebedeld wordt. Of dat er geen gedwongen... Ja, nou kijk, voor mij wereldwijd wordt een minimuminkomen van $1 per dag of zo. Wordt een beetje zo aangehouden, geloof ik. Maar, $1 per dag? Zoiets. Ja, dat is volstrekt willekeurig natuurlijk. Als je voor $1 gewoon een auto kan kopen, dan $1 per dag prima. Maar goed, is de minimumnorm ooit een bitcoin per dag, dat het minimumloon is? Ongeveer €38.000. Ja, dat wisselt per dag. Hè? Dat is wel zo. Ja, en ook wel eigenaardig dat dus de armoede, het laatste restje armoede is er uitgewerkt in de tijd van een wereldwijde pandemie, ontstaan in China. Oh ja. Zouden misschien in China alleen arme mensen zijn gestorven aan COVID, zodat ze nu allemaal op zijn? Maar wij gaven wel altijd ontwikkelingshulp aan China. Ja, ik weet niet of we dat nog doen. Ik heb geprobeerd te googlen, maar dat... Niet. Ik heb niet heel lang en heel intens geprobeerd te googlen. Kan je dat niet gewoon op tweedekamer.nl, dat je daar alle geldstromen kan opvragen? Nee, ik denk alleen maar voor zover je die mag weten als burger. Dan kan je toch, ik kan toch een wit of zwart gelakt wopje doen? In China? Ja. Oh nee, dat is Nederlandse ontwikkelingshulp, ja. Ja. Ik ga het niet doen, ik heb er geen zin in. Wat dan niet? Woppen. Woppen? Nee? Nee. Nee, ik weet niet of je dat als burger ook kan. Ja, natuurlijk. Ja? Okay. Woppen kan iedereen. Want journalist zijn dus ook geen bekend, geen beschermde titel of zoiets. Iedereen is journalist. Oh, goed. Zeker. Dus daarom ook kan iedereen 's avonds gewoon de straat op. Want? Nou ja, je bent... Je moet je inschrijven bij de koophandel als Kamer van Koophandel als journalist. Ja. En dan ga je 's avonds de straat op om verhalen op te doen voor het opbouwen van je archief. Prachtig. En dan kun je dan een novelle over maken. Ja, want 's avonds is er een lockdown en dat is juist interessant. Ja. Kijken hoe dat is. Laten we dat gaan doen. Ja, ik heb nog maar één dingetje. Wat is dat? Dat de VS in Syrië hebben gebombardeerd. Gelukkig. Groepje. Ja, want eens even kijken, wanneer is hij nou president geworden? Was dat de 7e of zo? Nee, de 13 januari. 13 januari. Of nog ruim, staat me bij. Nog ruim een maand geduurd, hè? Ja. Is het nou echt zo dat onder Trump is alleen maar een generaal neergeschoten, maar zijn geen bombardementen geweest, toch? Jawel, helemaal aan het begin ook in helemaal. Syrië. Oké. Is gewoon even iets plat gegooid. Ja, maar misschien doet Biden dit nu ook. Even iets plat gooien en dan is hij 4 jaar stil. Ja, zeker. Maar toen Trump het deed, toen was de hele wereld in rep en roer, want de Derde Wereldoorlog was begonnen. Ja. En nu Biden het doet, ik zie het nergens langskomen. Het was een Sjiïtische groep. Want een andere Sjiïtische groep, dit is echt niks met elkaar te maken hebben. Ja. Ze praten niet met elkaar, ze zijn geen familie, ze drinken geen thee of wat dan ook. In Irak, die had een aanslag gepleegd en er was iemand in dienst van Amerika, dus een contractor. Mm-hmm. Die was daarbij om het leven gekomen en volgens mij 10 Amerikanen waren gewond geraakt. Super kut is hoor, gewond raken bij een aanslag, maar goed. En dus daarom hebben ze nu in Syrië een andere groep met ongeveer dezelfde overtuiging. En lekker plat gebombardeerd. Lekker plat gebombardeerd. Ja, ik las ook dat Biden
soort cellen heeft gemaakt voor kinderen van migranten. Oh ja. En dat was onder Trump, was dat ook nogal een ophef. Ja, dat is een dingetje. En nu is dat ook gewoon... De kinderen worden niet meer gescheiden van de ouders of zo. Maar ze worden gewoon... Want de kinderen komen tegenwoordig alleen binnen. Ja, vroeger wisten we dus niet of ze gescheiden werden van de ouders. We wisten alleen dat de... Want het ging volgens mij... Nee, dat weet ik eigenlijk wel zeker. Er werden alleen kinderen gescheiden van de ouders... die geen documenten bij zich hadden. Dus de ouders konden niet bewijzen wie ze waren. En de kinderen... Ja. Er was gewoon geen enkel bewijs dat die kinderen... de kinderen waren van die ouders. Dus hoe dan dat heet, het is ja, kinderen worden gescheiden van hun ouders. Ik snap het beeld wel, hè, want je hebt natuurlijk van die moeders die dan in zo'n situatie het kind wordt weggehaald, volstrekt hysterisch worden. Ja, dan ga ik er ook wel vanuit zo op het gezicht dat dat waarschijnlijk de moeder is. Ja. Maar waar het natuurlijk ook vaak om was, het was gewoon zo'n morsige oom, als hij al familie was, of gewoon misschien een morsige oude man met een meisje van 11, 12. Ja. Die elkaar misschien onderweg tegen zijn gekomen. Kan. Of nee, dat was gewoon ook handel in die kinderen, ja, zeg maar. Omdat je meer... Ah, die kinderen in die karavaan, dat meisjes van 12 die meegingen, werden dan door hun ouders op de pil gezet. Omdat die ouders er ook wel vanuit gingen dat ze onderweg wel eens verkracht zouden kunnen worden. Dus die ouders die nemen dat mee, dat risico. En dan, nou ja, dan wil je niet ook nog kinderen van die verkrachten natuurlijk. Nee. Maar goed, dan heb je nog te maken met de ouders die met zo'n meisje op zijn pad zijn. Maar dat is dus heel vaak gewoon iemand. Ja, een chaperone. Ja. Ja, ik geloof een van de eerste dingen die in Honduras, toen Biden president was, we gingen een soort gejuich op in Honduras van, we gaan het weer proberen. Ja. Nou ja, ik kan ze geen ongelijk geven, maar... Want hoe is die status van die muur überhaupt eigenlijk? Is die ooit afgemaakt of wordt die weer afgebroken? Zijn gestopt met bouwen toen, zodra Trump geen president meer was. De bouw is gelijk stilgelegd. Ja. Dus over een kleine 4 jaar zal die voor weer verder gaan. Ja. Heb je nog wat op je lijstje? Nee, maar het was schitterend weer deze week. Ja. Ik heb genoten. Ja, hè? Was je nog naar het park? Nee, ik was niet naar het park. Nee. Ik had bezoek. En niet gedaan. Ik heb wel laatst een avond hier bij een vuurtje op de kade gezeten. Tot diep in de nacht. Geen gezeik, niks. De lucht is nu strak blauw. Prachtig. Super rustig op straat. Ja. Ja. Was het de hele week zo? Of was eigenlijk de hele week zo, hè? Ja, het was schitterend. Nou, laten we maar snel een eind aan maken. Ja. Voordat er iets kapot gaat aan de opnames. Ja, doei. Dag.